is een heerlijke zondagochtend in Den Haag en ik ben weer op zoek naar antwoord op de vraag: hoeveel ben je waard? Ik ga het eens lekker op het strand proberen. Mag ik u wat vragen? Ja, het ligt er wat, hè? Hoeveel bent u waard? Heel veel natuurlijk. En als u het in geld zou moeten uitdrukken, heeft u het dan ook goed? Qua de financiën? Ja, ik heb het goed, ik ben tevreden. Hoeveel ik waard ben? Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat moet je, ja, aan andere mensen vragen. Pure knaken. Ah, pure knaken? Ja. Ik heb nou een tientje bij me voor een kop koffie zo meteen. Ja, dat is ongeveer een tientje, zeg maar. Dat is niet veel. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik je wat vragen? Natuurlijk. Hoeveel ben je waard? Wat doe je dat? Puur financieel. Als je alles wat je hebt bij elkaar optelt. Hij roept om papa, dat is die man daar, hè, hoop ik. Ja. Nee, dan gaat het goed. Als je alles bij elkaar optelt en je trekt je schulden daarvan af. Wat blijft er dan over? Onder de streep. Blijft er überhaupt iets over? Nou, ik hoop wel dat er wat overblijft. Ja, ik hoop 10.000 euro. Iets van 10.000 euro? Nou, dat is een mooi bedrag. Boven de streep. Nou, vraag ik je dit allemaal omdat ik met een programma bezig ben. En het heet Hoeveel ben je waard? Ja. En het gaat over geld. En daarin leggen we eigenlijk de ziel van iemand financieel volledig bloot. En ik zou zo graag vandaag dat met jullie doen. Heb je daar tijd voor en zou je dat willen? Ja, leuk. Ja. Krijg je ook aan het einde van de dag volledig inzicht. Dus je weet precies hoe je ervoor staat. Oh, misschien kan ik nog wat leren. Ja, misschien kan je nog wat leren. Vindt hij dat ook goed? Nou, als ik het weinig te vertellen niet had. Ik zag hem net in de gauwigheid in de verte een paar sit-ups doen waar ik echt helemaal ziek van werd. Dat ziet er professioneel uit. Dat doet hij goed. Hij traint voor een WK. Een WK wat? Een WK obstacle running in Amerika. Oké, dus het is echt gewoon een professional. Ja. Gaan we even naar hem toe. Nou zag ik jou net een enorme aantal push-ups doen. Ja. Maar ik zie nu pas dat je dat dus op één arm hebt gedaan. Ja, ja. Ja, ik moet wel. Ja, nee, ja. Begrijp het. Even over geld. Ja. Hoe belangrijk is geld voor jou? Voor mij, ik vind geld echt totaal niet belangrijk. Ik vind het een verschrikkelijk iets. Echt waar? Ja. Ik word met een seconde nieuwsgierig. Ja, ja. Naar jou en naar je vrouw. Ja. Nou, zo maar gaan dan. Hoeveel zijn Rudy en Cindy waard? Dat gaan Victor en zijn team vandaag uitzoeken. Het jonge stel woont met hun twee jongens Ryan en Reese in de Haagse volksbuurt Loosduinen. Een heel gewoon gezin, maar net een beetje anders. Hoeveel is deze topsporter met zijn gezin waard? Dat gaan we vandaag natuurlijk uitzoeken. Hij is zich op dit moment even aan het omkleden. Wil jij thuis nou weten hoeveel jij waard bent? Ga dan gewoon even naar onze website. Ben je er trots op als hij zo hard op dat strand aan het trainen is? Ik ben wel trots. Ik zie het natuurlijk wel vaak. Dus het is voor mij alweer dat ik denk, ja, ach ja, dat gaat niet meer. Waar komt die gedrevenheid vandaan? Van jongs af aan al merkte ik dat ik heel veel bewijsdrang had om aan anderen te laten zien dat ik dingen wel gewoon kon. Want je hebt dit al je hele leven? Ik heb dit echt, ja, mijn hele leven heb ik dit, ja. Ja. Dat pusht jezelf om dan juist te laten zien dat je het gewoon kan. En dat er vaak een, dat, ja. En dat is een tikkie doorgeslagen. Ja. Dat is echt doorgeslagen, ja. Ook door gewoon andere factoren ook eigenlijk. Ja, wat speelt daar nog meer in mee? Ik was altijd wel fanatiek aan het sporten. Maar eigenlijk het moment dat mijn moeder overleed. Die was overleden aan kanker. En zij was iemand die echt altijd zei van, je moet altijd alles eruit halen wat erin zit. Je hebt altijd van die moment dat je denkt, kan niet meer. Of nu is het eigenlijk op. Ja. Ja, dat is het moment dat het bij mij eigenlijk dan gaat beginnen. Want dan denk ik van, dan denk ik aan mijn moeder. En dan kan ik die extra kilometer lopen. En dan kan ik die moeilijke obstakel verslaan die ik eerst niet kon, bijvoorbeeld. De kracht waar Rudy uit put is groot. Obstacle runs waren een hobby voor hem, maar inmiddels traint hij voor het wereldkampioenschap. En even voor de duidelijkheid, alle andere deelnemers aan dat WK zijn mensen zonder beperking. Bloedserieus dus. Maar nog steeds iets dat hij doet naast zijn gewone dagelijkse leven. Wat doen jullie in het dagelijks leven? Ik ben een specialist op het gebied van identiteits- en documentfraude. En wat verdien je? Het is heel erg. Ik weet niet eens wat ik... Weet je niet wat je verdient? Nee. Dat is 2000 netto, geloof ik. Bijna 2300. Bijna 2300 netto? Ja. Wat grappig dat hij dat niet weet. Nou ja, hij krijgt zijn zakgeld en dan vindt hij het wel prima. Yes, jij beheert zijn salaris, zeg maar, je geeft hem zakgeld. Ja, ik weet ongeveer, maar ik geef... Nee hoor, ik vind... En jij? Ik werk twee dagen in een kaaswinkel. En de rest ben je natuurlijk hartstikke druk met de kindjes? Ben ik inderdaad thuis met de kinderen.
Ik verdien 703 euro. Ja, dus we kunnen eigenlijk zeggen gewoon 3000 euro samen netto in de maand. Ja, als die niet les geeft. Ja, oh, je geeft ook nog les? Ja, ik geef les, maar dat is niet structureel. En wat levert dat op in de maand? Als het omrekenen per maand zou het ongeveer 600 euro per maand extra zijn. Oké. Okay. En krijgen jullie verder, ja, dat is misschien een gekke vraag, maar nog toeslagen vanwege jouw beperking? Nee, ik vind het geen gekke vraag, man. Ik weet dat heel vaak mensen dat denken, maar dat, ik krijg helemaal niks. Misschien is er wel, maar misschien heb je recht op iets. Ja, daar hoor ik ook wel eens. Waar heb je recht op? En ja, ik denk altijd van, wat heb ik nog nodig? Ik heb niks nodig. Nee, maar misschien laat je wel een paar honderd euro liggen. Ik voel me niet anders, dus waarom moet ik dan gaan kijken van wat ik kan halen? Zo voelt het aan, van wat kan ik binnenhalen? En ja, zo ben ik gewoon niet. Maar ik denk ook dat die toeslagen misschien, die zijn denk ik ook wel voor mensen die het gewoon ook echt nodig hebben. Ja. Er is natuurlijk ook een pot. Kijk. Ja. Toeslagen, daar doet deze eenarmige topatleet niet aan. Rudy en Cindy redden zich prima. En dat is nou precies Rudy's streef in het leven. Per maand is er in Huizen de Jong al met al 3500 euro te besteden. Jij bent duidelijk in charge over de centen. Ja. Heb je een bepaald systeem? Ja, ik heb een, ik heb een Excel-lijst gemaakt, een bestand. En per maand haal ik 700 euro eraf. Daar is 500 euro voor de boodschappen. Envelopjes. De ene maand is natuurlijk 4 weken. Envelopjes? Week. Ja, ik heb gewoon envelopjes. Week 1, week 2, week 3, week 4. Niet. En nog een beetje. En daar stop je gewoon fysiek ook echt het geld in? Daar stop ik fysiek het geld in. Daarnaast een envelopje voor te tanken. Dan heb ik eigenlijk altijd daarachter nog een envelopje. Soms heb je geld over. Of en heb je die envelopjes hier ook ergens liggen? Die liggen daar. Pak eens even. We zijn al bijna halverwege laat, hè? Hier ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, hier heb je de envelopjes. Dat is het tank-envelopje. Dit is dan week. We hoeven nog maar 2 weken. En de boodschappen? Voor de boodschappen heb ik dan ongeveer 500 euro. Het ligt aan de maand of je 4 of 5 weken hebt. Ja. En of mijn woensdag dan net uitkomt dat ik de boodschappen doe. Want ik doe altijd op een woensdagochtend. Oké, dat is je vaste boodschappendag. Ja, dan is het er ook markt. Het is nu zondag. Ja. Mag ik de ijskast zien? Tuurlijk. Let je op de koopjes? Ja, ik buk veel. Dat is zonde. Eens even kijken of je nog hele gekke dingen hebt. Energiedrankjes, als jij die ook nog gaat drinken, dan komt het niet meer goed natuurlijk, hè? Ja, het is... Dat zijn we echt met z'n tweeën aan verslaven. Allebei een blikje per dag. Echt waar? Ja, al jaren. Dus ik doe 16 blikjes in de week. Dat staat boven aan mijn lijstje. Nou, wat een gekke gewoonte voor een man die zo sportief leeft. Het is wel light, hè? Ja, oh, dat is light. Oh, gelukkig. Ja, lekkere worst, groente, fruit. Nee, u bent geslacht. Nou, geen gelukkig. Mega gekke ding. Nee, toch? Ik zie inderdaad geen alcohol. Drinken jullie helemaal af? Oh, hier, rode wijn. Kijk hier. Oh ja. Nou, ben ik benieuwd of jullie financieel net zo fit zijn als jij, zeg maar, qua sixpack. Okay. Dat gaat onze Eve natuurlijk bekijken, onze financieel expert. Dus als je nog wat op te biechten hebt, dan zou ik het nou doen. Ik niet. Nee. Want zij vindt het geheid. Goed zo. Oh jee, oké. Okay. Financieel deskundige Eve van Opdorp heeft zo haar eigen topsport. Want ook van andermans huishoudboekje kan je behoorlijk zweten. Wat gaat ze tegenkomen in Den Haag? Rudy heeft geen flauw idee. Maar Cindy heeft de boel strak in de hand. Dit zijn alle mappen. Map 1. Dit is de zwaarste. Ja. Dit is de Belastingdienst. En dit zijn alle bonnen. Heb je die ook nodig? Ja, mooi. Ja, jij weet niet wat je meemaakt, echt. Die vrouw is zo opgeruimd. Ik ben heel benieuwd of jij nog überhaupt iets gaat vinden. Oh, vast wel. Nee. Daag je uit. Hoeveel ben je waard als je al je bezit bij elkaar optelt en je schulden daarvan aftrekt? Erik Branger draagt zijn steentje bij aan die som en komt naar Den Haag om de inboedel van Rudy en Cindy de Jonge te taxeren. Ik zie meteen al twee leuke VVV's. Ja, die schepen zijn mooi, hè? Ja. Die staan niet voor niet zo hoog. Hij is doodsbang dat kinderen ermee gaan spelen. Kun jij zo zien of die wat waard zijn? Dit soort schepen qua waarde, wat hier staat, 250 euro per schip. Aziatisch aardewerk, gesigneerd. Deze bij elkaar, 600 euro. Kijk. Erik? Een kraantjeskan heet het. Een kraantjeskan. Een kraantjeskan. Dat zeg ik. Ja, dus daar werd onder andere de koffie in gedaan. Hè? Ja. En dan met gedoseerd het kopje, het Haagse kopje eronder. Naar antiek voorbeeld, dus het is 20 cent. Waarde 20 euro. Dit is heel erg pedagogisch verantwoord.
Ze blijven wel stil. Zullen we ons een waarde geven voor het totale ameublement hier? Ja. Alles bij elkaar, 200 euro. 200 euro. En de televisie? En de televisie, 150. Ja. Schat, weet jij waar de keuken is? Wacht even. Dat is achterin. Die is hier. Nou, mooie tafel, 4 stoeltjes. Ja, tafel met 4 stoelen. 200 euro. Kom op. De eerste slaapkamer van Ryan. En die heeft heel wat speelgoed, zoals je ziet. Een beetje kinderdagverblijf is er jaloers op. Die is heel blij mee. Toch alles bij elkaar ga je richting de 250 euro. Kijk, ja. Dat schiet lekker op. Meneer de krokodil, heb je die meegerekend? Die hoort ook bij de collectie. Dit is de master bedroom. Die is op zich best een beetje leeg. Hangt hier wel iets fantastisch aan de muur. Een kruisboog. Met haar tipje. Voor als je dan weinig hebt, dan hang je dit zo achteraan je... Het is bijna jouw kleur, hè? Ja, ja. Als ik het in een staart gooi, of een leuke Grace Kelly-rol, is dat natuurlijk dan toch wel hartstikke leuk. Ja, het staat je echt heel leuk. Ik denk dat mijn vriend Gerard Joling dit echt de bom zou vinden. Grote vraag is natuurlijk, misschien is het wel echt mensenhaar en is hij wat waard nog? Hier heb ik heel eerlijk gezegd geen verstand van. Nee. Maar ik zeg tegen mijn vrienden altijd dat jij overal verstand van hebt. Boven zit het geld duidelijk niet. Misschien ligt er nog een schat in de tuin. En hier de buitenkeuken. Annex Speelpaleis. 50 euro. En een mooie tuinset. 75 euro. Ik ga optellen. Het zou natuurlijk te leuk zijn als die branger buiten zit te rekenen. En ik hier alsnog gewoon de schat van de dag vind. Maar nee. Ben je zover, jongen? Ik ben er bijna. Dan heb ik ook nog 2 auto's net gewaardeerd op 3250 euro. En ik kom op 9210 euro. Valt me toch elke keer weer mee? Maar ja, inclusief de auto's. Inclusief de auto's. Dat wel. Muchas gracias, de Spaans. In het centrum van Den Haag heeft Evan Opdorp zich teruggetrokken om de boekhouding van Cindy en Rudy helemaal door te lichten. En zo stoer als Cindy een paar uur geleden klonk, zo spannend is het nu. Ik denk zelf dat we het redelijk goed doen. Maar ik hoop dat dat bevestigd wordt. Blij hoofd. Echt een heel blij hoofd. Ja, jij hebt ook een blij hoofd. Ja. Dat mogen we voor jou doen, want echt, je hebt het tip-top georganiseerd. Echt super, niks op aan te merken. En het leuke is, wat er in komt, gaat er ook precies uit. 3,5 komt erin. 3,5 gaat eruit. Het eerste plaatje van de juf is binnen. Cindy heeft haar huishoudboekje prima op orde. Eve heeft geen verrassingen kunnen vinden. Naast de vaste lasten zetten Rudy en Cindy elke maand 300 euro opzij. Aan benzine zijn ze zo'n 400 euro kwijt en Rudy krijgt 100 euro zakgeld. Wat er dan nog overblijft, dat gaat op aan kleding en uitjes en andere extra's. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar jullie hypotheek en daar viel mij iets op. Dus, jullie kunnen kennis maken met mijn tekenkunsten. Ik hoop dat je er wijs uit kan. Ja, nee, ik herken het hoor. Dit is jullie huis, de hypotheek. Ja. Op dit moment betalen jullie 681 euro aan hypotheek. Maar in 2031, dan gaat die hypotheek pats met 200 euro omhoog. Ja, ik weet het. Jij weet het? Ja. Oh, gelukkig, want dat is precies op hetzelfde moment. Dan zijn jullie 50 en dan gaan die jongens van jullie de deur uit iets studeren of iets anders doen. Maar die gaan geld kosten. Ik weet het. De reden voor die verhoging is de einddatum van de hypotheekrenteaftrek. Als die belastingteruggave stopt, dan gaat je netto maandbedrag automatisch omhoog. Wat ik nou zo lekker vind, is dat jij gewoon zegt, dat weet ik al. Dus jij hebt al nagedacht over 17 jaar verder. Ja. Ja, jij vindt het heel gewoon, maar heel Nederland doet het niet, hoor. Nee, ik werk nu part-time en ik ga ervan uit dat als zij dadelijk de deur uit zijn en niet meer mama's zorgen nodig hebben, dat ik dan wel meer kan gaan werken. Ja, perfect. Want op die manier kun je dus je hele huis aflossen. En Heb je straks dus helemaal geen woonlasten meer. Dan zijn jullie 70, dan ben je klaar met werken. En dan kunnen jullie lekker gaan zitten. Zitten. Ik kan alleen maar zeggen, compliment. Echt supergoed gedaan. Dus financieel, hup, goede kant op. Rudy en Cindy hebben een koophuis. En dat zet zoden aan de dijk als het gaat om hun totale waarde. Een taxateur gaat de huidige dagprijs van een stulpje in een Haagse volkswijk tot op de euro berekenen. Michiel Spieker,
Al druk aan de slag. Ja. Leuk huisje. Nou, we gaan het bekijken. De buitenkant ziet er al netjes uit. Ja, jij bent makelaar in Den Haag en omstreken. Dat klopt. Nou, staat er hier een boel in de straat te koop? Ja. Heeft dat invloed op de prijs? Vroeg ik me net af. Nou, in deze buurt staat altijd wel wat te koop. Dus dat is voor mij niet een raar verhaal. Ze hebben het 5 jaar geleden voor 2 ton gekocht. En er rust nu nog een hypotheek op van €212.500. Zo. En ik wil heel graag van jou weten, als we vandaag het bord in de tuin zetten, wat is het nu waard? Nou, gaan we bekijken. Kom op. Ja. Ik zie dat ze hard aan het werk geweest zijn hier. Er is het een en ander weggebroken. Oké. Okay. En ik zie daar waar de keuken staat, er is een hele aanbouw aangekomen. De keuken zit in een uitbreiding van het huis. Dus er zit behoorlijk wat meer oppervlakte in dan dat ik van eerst zou verwachten van de buitenkant. De dakkapel. Ja, er is een etage er gewoon volledig bij gebouwd. Hier op de eerste verdieping. 2 kinderslaapkamers en een klein badkamertje. 2 behoorlijke ruimtes voor de huis, in ieder geval zoals het gemaakt is. En hier op deze tweede verdieping hebben we een slaapkamer en een iets kleinere werkkamer. Ja, net de maat in ieder geval die erin zit. Ja. Ja. Dan hebben zij volgens mij een klein bedje, zijn heel verliefd. Ja, het zal een 1,40 zijn, denk ik, zo'n beetje. Al lijkt alles ook groter. Precies, maar daarom doet hij lekker het knus. Ook, lekker knus. Oh ja, je hebt een grappetje. En dan tot slot een beetje de rommelkamer / studeerkamer. Ja. Genoeg gezien? Ja, ik heb hem helemaal gezien. Gaan we naar beneden? Prima. Ik ben heel benieuwd. De taxatie van Michiel Spieker is belangrijk voor de eindsom. Want een groter bezit dan een huis, dat is er niet. Ik reken met een €1700 de vierkante meter voor deze kwaliteit hier. En dat dan met de oppervlakte van 106 vierkante meter kom ik uit op een waarde van €185.000. Het huis gaat Rudy en Cindy jammer genoeg niet helpen in de slotsom. Met een hypotheek van €212.500 staan ze op dit moment onder water. Wil jij thuis nou weten hoeveel jij waard bent? Ga dan even naar onze website. Voor Rudy en Cindy breekt het moment van de waarheid nu aan. Wat zijn ze waard, deze topsporter en zijn eigen Miss Moneypenny? Toen ik jullie vanochtend op het strand tegenkwam en die onmogelijke vraag stelde, hoeveel ben je waard? Toen zei jij €10.000 ja. En jij zei? Ik zei €0. Nul. Ja, niks. Niks. Nee, ja. Naïef. Nou, laten we zien. Dan beginnen we bij de basis. De lopende rekeningen, inclusief de inhoud van jullie enveloppen. En dan kom ik op een bedrag uit van €1.332. Maar dan de spaarrekeningen. Wow. Ja, dat is niet mis. €6.834. Tot zover. Hartstikke goed. Ja. Ja. En nu we toch lekker aan het plussen zijn. Ik ben vanmiddag met Erik Brange, onze inboedelmakelaar, jullie hele huis doorgegaan. En dit is eruit gekomen. €9.210. Nou. Ja. Ah. En dan, er is een hypotheekschuld. Jullie hebben er natuurlijk al wel wat afgelost. Maar je zit nog wel op €212.500. En dan wordt het natuurlijk heel belangrijk. Wat is dat huis dan waard? Ik hoop dat mijn huis getaxeerd wordt op 2 ton. Jullie huis is op dit moment waard €185.000. Ja. Brengt ons bij de slotsom van vandaag. Ja. Hoeveel zijn jullie waard? Helemaal niks. Jullie zijn waard min €10.124. Ik zat met de 10.000. Ja, alleen daar moest een minnetje voor. Ja. En laten we nou heel eerlijk tegen jullie zijn. Jullie zijn financieel hartstikke fit, jongens. Zo. Dit is gewoon een bedrag wat door je huis ontstaat. Jullie zijn een schoolvoorbeeld voor heel veel mensen die nu televisie zitten te kijken. En hoe jij het in de klauw hebt allemaal. En volgens mij is er helemaal niets aan de hand, hè? Nee, absoluut niet. Dank jullie wel. Ja. Voor de openheid. Ja. En zoals het bij een topsporter hoort, proosten wij met een sapje. Gaan we doen. En heel veel succes. En dank jullie wel. Dank je wel, ja. Rudy en Cindy hebben het financieel goed geregeld. Als gevolg van de slechte huizenmarkt komen ze onder de streep net in het rood. Ik heb de waardevolste vrouwen van de hele wereld. En ik ben blij dat ze zo goed met de financiën kon gaan. Anders was het alleen maar meer in het rood geweest, denk ik. Enerverende dag met een bijzonder stel. En wil je thuis nog weten hoe Rudy het gedaan heeft op dat WK? Kijk dan even op onze website. Kom, Luus. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.